Goedenavond allemaal. KSK Heist, Knokke, geëindigd op 2-1. Bij mij de twee trainers, Yves van Borm van Knokke en Karel Keleman van KSK Heist, die hun mening gaan geven over deze partij, waarover ongetwijfeld het een en het ander te vertellen is. Ik geef eerst het woord aan de bezoekende trainer, Yves van Borm. Ik denk dat we vandaag een wedstrijd hebben gezien van twee ploegen die in de top 5 spelen, die op het scherp van de snee hebben gespeeld. En ik denk dat deze wedstrijd op de 90 minuten misschien geen winnaar verdiende. En dan zie ik het uit onze eigen subjectieve bril. Maar op basis van de kansen denk ik dat we toch mochten aanspraak maken op meer. Maar wij wisten zeer goed dat in de tweede helft wie het doelpunt ging maken ook ging winnen. En Napoleone heeft een patent op schitterende doelpunten. En ik denk dat hij dat vandaag ook weer op een grandioze manier heeft gedaan. En ik denk dat daardoor de wedstrijd in het voordeel van Heist is gevallen. En het is dan ook logisch als je dan 2-1 voor staat, dan proberen wij nog de bakens te verzetten. En proberen wij wat meer risico's nog te nemen. En dan is het logisch dat je dan af en toe eens op de counter valt. Maar al bij al, ik moet ook Heist feliciteren met hun prestatie, want ook dat mocht absoluut gezien worden. Okay, dank u wel, Yves van Borm, voor deze reactie. Dan nu het woord aan Karel Keleman, trainer van KSK Heist. Bedankt, Luc. Ik vind dat het nooit een wedstrijd spannend had mogen worden eigenlijk. Want na 20, 25 minuten kunnen wij minstens 2-0 voorstaan. Ik denk dat we daar de gelegenheid toe gehad hebben. Ik denk dat we heel goed starten en die omschakeling een aantal kansen creëren. Het doelpunt geven we een beetje zelf weg, vind ik. Los van de Alessio's een geweldige kwaliteiten. Hij trapt hem knap binnen, maar ja, we ontzetten daar naar binnen toe. En we weten dat ze heel sterk op zijn, heel veel druk op de bal, heel veel loopvermogen. En daar komen ze terug in de wedstrijd en nemen het dan over. En dan komen we eigenlijk goed weg op de kans aan de tweede paal, de bal die op de paal gaat. Want daar kan de wedstrijd keren. Dus ik denk dat we het eerste deel van de eerste helft hadden. En daar kunnen we afmaken, maar daarachter nam Knokke het over. Tweede helft was het balbezit voor Knokke. Maar buiten de eerste heel goede kans die ze krijgen. Een kopkans hebben wij eigenlijk wel de betere kansen gehad in de omschakeling. Vond ik wel. Op het einde krijgt Dom nog een kans. Maar wij hebben toch die laatste bal niet goed uitgespeeld. Want dan hadden we er, ik denk dat Mathieu nog eens alleen voor doel komt ook. Hadden we het eerder kunnen afmaken. Maar nu dient wel gezegd te worden dat Knokke een serieuze aanwinst is voor deze reeks. Enorm veel power, loopvermogen. Ik ken geen ploeg die zo snel omschakelt. Enorm gevaarlijk zijn ze daarop. Dus toch met grotendeels een ploeg waar ze verleden jaar ook mijn kampioen geworden zijn. Dus alle respect voor de prestaties die ze neerzetten. Dus dat is knap. Maar ik zou het ook een dikke pluim aan mijn jongens willen geven. Want ze hebben vandaag zoals mannen gespeeld op een veld. Je weet dat je daar onder een 10% moet spelen in zo'n wedstrijd. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben, want dat is nodig om zo'n wedstrijd te winnen. En ik denk dat de mentaliteit daar heel belangrijk is voor elke bal dubbel te gaan. En geen bal voor vanzelfsprekend te laten, want dat wordt afgestraft. Maar ik zou toch een zeer dikke pluim willen geven voor onze jongster Mathieu Troombeeks. Ik denk wat hij vandaag laten zien heeft, is fantastisch. Mathieu heeft hier een schitterende wedstrijd gespeeld. Iedereen van ons heeft met veel mentaliteit gespeeld, maar ik wil Jeuter toch uithalen. En ook eens Jasper de Koning even zeggen van het werk dat hij doet van kracht met Mathieu. Ook wel chapeau. Dus dat zou ik wel ook even zeggen. Dus ik ben fier op de jongens vandaag, maar dat is altijd zoals je wint. Dus ik wens Knokke nog heel veel succes in de komende wedstrijden. Aïef, veel succes in de komende wedstrijden. En goed, ons is het nu om volgende week te bevestigen. Oké, dank u wel, Karel Keleman, voor deze reactie. Dan sluit ik de persconferentie hier af. Goedenavond allemaal.